We gaan eens kijken naar een eenvoudige beweging. En het is de beweging van een persoon die wandelt. En met behulp van videometer heb ik de beweging vastgelegd. En ik heb op verschillende tijdstippen kunnen achterhalen op welke positie, op welke plaats deze persoon zich bevond. Deze gegevens kan ik gebruiken om een diagram te maken, waarbij ik de plaats uitzet tegen de tijd. En zo'n x-t-diagram is een van de belangrijke diagrammen. Die je gaat tegenkomen in dit hoofdstuk. Deze beweging zorgt voor een, uh, een vrij uh, saaie grafiek waarbij de, de meetpunten allemaal op een lijn liggen en dan kun je ook meteen een conclusie trekken. Blijkbaar heeft deze persoon met een constante snelheid gelopen ook in een constante rechte lijn. En wanneer dat zo is, dan noemen we dat een eenparige rechtlijnige beweging. In deze webles gaan we kijken hoe we die snelheid kunnen bepalen. Ik heb al gezegd het is een constante snelheid. En de definitie van snelheid van de grootheid snelheid is de volgende. De snelheid is de hoeveelheid verplaatsing per tijdsinheid. En in formulevorm eh, v is delta x gedeeld door delta t. Waarbij ook hier die delta staat voor het verschil in. En in dit geval het verschil in tijd. Als ik nu kijk naar mijn grafiek, dan kan ik. Eh, uit de grafiek wel de benodigde meetwaarde halen om in te vullen in deze formule. Want ik kan aflezen dat deze persoon in 10 seconden in totaal 16 meter heeft afgelegd. En als ik dat invul in de formule, dan komt eruit dat deze persoon zich heeft voortbewogen met een snelheid van 1,6 meter per seconde. Deze meetpunten kan ik ook verbinden met een zogenaamde grafieklijn. Dan krijg ik deze gele lijn. En die loopt dus recht, omdat het een eenpaarige rechtlijnige beweging is. En er geldt nog iets, eh, nog een manier waarop je de snelheid kunt bepalen. En dat is de volgende. En dat heet dan eh, de grafische manier, omdat je hierbij gebruik maakt van eh, je grafiek. En die luidt dat de snelheid gelijk is aan de stijlheid van de grafieklijn. En let op, dit geldt alleen maar bij een eenpaarige rechtlijnige beweging. We gaan dadelijk zien dat bij andere bewegingen. Dat het wat uh, ingewikkelder in elkaar zit. We gaan eens kijken naar een andere beweging. En uh, dit is de beweging, ik zal het even uitleggen. Wat hier is uh, vastgelegd is de beweging van een voorwerp dat in een rechte lijn naar boven is gegooid. Uh, dat kun je ook weer met videometer, zou je dat kunnen registreren. Dus uh, iemand gooit een voorwerp naar boven. Na twee seconden is dat voorwerp op 20 meter hoogte. En na vier seconden valt het weer op de grond. De meetpunten liggen hier zeker niet op een rechte lijn. Dus je kunt al meteen concluderen dat je hier geen constante snelheid hebt. Maar toch kun je wel snelheden bepalen. En we gaan twee verschillende soorten snelheden bekijken. En de eerste die we gaan bekijken is de gemiddelde snelheid. En de gemiddelde snelheid, de formule daarvan lijkt er verdacht veel op de formule die je net al zag. De gemiddelde snelheid is gedefinieerd als de snelheid tussen twee tijdstippen. En die tijdstippen die kun je dus vrij kiezen. En wat is nu het mooie bij deze beweging? Die gemiddelde snelheid zal heel erg afhangen van welke twee tijdstippen die je neemt. Want die gemiddelde snelheid is niet constant. De snelheid verandert in de loop van de tijd. We gaan eens even een voorbeeldje doen. En de voorbeeldvraag is: bepaal de gemiddelde snelheid tussen tijdstip t is 0 en t is 2 seconden. En ook hier kun je weer, net als bij het vorige voorbeeldje eigenlijk vrij simpel uh, aflezen want uh, bij tijdstip t is 2 seconden is een meetpunt en ik kan aflezen dat um, in die 2 seconden het voorwerp in totaal 20 meter verplaatst is en dan krijg ik dus een gemiddelde snelheid van 20 gedeeld door 2 is 10 meter per seconde ook dit kun je weer grafisch oplossen want uh, je kunt tussen die twee meetpunten waarin je geïnteresseerd bent een, uh, een lijn trekken en dan is de gemiddelde snelheid ook gelijk aan de stijlheid van die verbindingslijn. En je kunt zo wel zien dat als ik twee andere meetpunten zou kiezen, dat de stijlheid van die lijn ook anders zal lopen. Tweede soort snelheid die je uh, kunt bepalen bij een niet eenpaarig rechtlijnige beweging, is de snelheid op één moment. Bij een, een paar rechtlijnige beweging is dat een beetje een gekke vraag, want de snelheid is overal constant, dus het maakt niet uit op welk moment je de snelheid bepaalt. Maar bij dit voorbeeld, bij het... Uh, Voorwerp dat lucht in wordt gegooid, uh, zal de snelheid veranderen in de loop van de tijd en op elk moment heeft het voorwerp een andere snelheid. En om dat te bepalen kun je geen gebruik maken van een uh, standaard formule. Je moet hierbij uh, een grafische methode gebruiken. En ik ga je laten zien hoe we dat gaan doen. En uh, ik ga eerst eventjes deze meetpunten met elkaar verbinden met een uh, grafieklijn, een mooie vloeiende grafieklijn. Die ziet er uh, zo uit. En uh, ook hier geldt natuurlijk, want het, dat geldt altijd, dat de snelheid gedefinieerd is als um, de verplaatsing in de tijd waarin dat gebeurt. En op het moment dat deze grafieklijn stijl naar boven loopt, dan zal de verplaatsing relatief groter zijn in een bepaald tijdstip, of in een bepaalde tijdsperiode, dan wanneer de uh, grafieklijn niet zo stijl naar boven loopt. Dus de stijlheid van die grafieklijn. Um, die zegt mij iets heel uh, fundamenteels. Daaruit kan ik de snelheid bepalen. Het vervelende is dat je heel moeilijk kunt meten aan die grafieklijn. En daarom dat we ook uh, uh, gebruik gaan maken van een hulplijn. Die hulplijn heet de raaklijn. En de raaklijn die ga ik dadelijk trekken op het punt bij het tijdstip waarbij ik de snelheid wil bepalen. En ik ga, daar, ik ga beginnen bij de tijdstip t is 0. Op het moment dat ik uh, het voorwerp naar boven gooi, Wil ik gaan achterhalen hoe groot de snelheid is? Ik ga de raaklijn daar tekenen op tijdsub-TS0. En dat ga ik doen door een rechte lijn te tekenen die op tijdsub-TS0 even stijl loopt. als die grafieklijn die ik hier getekend heb. En uh, dat is uh, best lastig, want dat doe je op het oog. En je moet het altijd zo goed mogelijk doen. En eigenlijk zit daar ook wel een beetje een soort schatting in. Nou, als ik dit zo goed mogelijk doe. Dan krijg ik deze gele lijn. En wat is nu uh, de definitie van de snelheid op één moment, oftewel de instantane snelheid, als je dat uh, met een mooi woord zegt. Die instantane snelheid is ook weer gelijk aan de stijlheid van de raaklijn die ik heb getekend nu. De raaklijn die ik heb getekend bij het tijdstip T is 0. Zou ik bij een ander tijdstip uh, een raaklijn tekenen, bijvoorbeeld bij het derde meetpunt een raaklijn willen tekenen. Dan uh, kan dat natuurlijk ook. Alleen die raaklijn zal in dit geval iets minder steil lopen. Hij is gelijk aan de stijlheid van uh, mijn witte grafieklijn um, bij het derde meetpunt, maar hij loopt iets minder steil dan net. En hoe verder ik ga in de tijd, hoe minder steil mijn grafieklijn loopt. Hier loopt de grafieklijn naar beneden en hier loopt hij steiler naar beneden. Nou, we gaan dadelijk kijken wat dat dan inhoudt uh, als hij steil naar beneden loopt. Maar eerst even de definitie. Want we gaan uh, de stijlheid bepalen. Laten we nu de laatste grafieklijn gebruiken om hier de stijlheid te bepalen. Dan is dit eigenlijk de vergelijking die ik ga gebruiken. Het eerste gedeelte is uh, eigenlijk de wiskundige definitie van uh, stijlheid. Is namelijk gelijk aan het verschil in de y-richting gedeeld door het verschil in de x-richting. Nu hebben wij hier te maken met een X-T-diagram, waarbij ik dus op de y-as. De x heb gezet, een beetje verwarrend. En op de x-as de tijd t heb gezet. En uh, voor ons geldt hier dus dat de snijd gelijk is aan x-eind min x-begin gedeeld door t-eind min t-begin. Ja, en van wat? Van mijn raaklijn die ik heb getekend. Ik heb mijn raaklijn al lekker groot getekend. Zo groot mogelijk. Dat doe ik altijd het, uh, het liefst zo groot mogelijk. En dan kan ik zo nauwkeurig mogelijk uh, de stijlheid van die raaklijn bepalen. Ik uh, maak er een driehoek van zie de twee uh, rode pijlen, de verticale pijl dat is mijn uh, x uh, eind en x begin die ik eraf kan lezen en de horizontale pijl geeft, geeft mij de informatie over de tijd. Ik ga dat allebei even aflezen, kijk maar uh, goed mee en uh, nu komt er iets. Uh, als je dat heel netjes doet namelijk, komt er iets apart uit. Er komt een negatief getal uit, want mijn eindpositie ligt lager dan mijn beginpositie. Bij mijn getrokken gele lijn. Ik krijg een, uh, een uitkomst van min 21 meter per seconde. En wat zegt mij dit dus? Dit zegt mij dat uh, blijkbaar in het laatste stuk de snelheid negatief is. Een negatieve snelheid wil eigenlijk hetzelfde zeggen als uh, een negatieve verplaatsing. Ik heb een positieve uh, uh, richting en een negatieve richting gedefinieerd. Meestal zeg je naar boven als de het voorwerp naar boven beweegt, dan noem ik dat een positief snelheid. en wanneer die naar beneden beweegt, is dat een negatief Dus die min wil niks anders zeggen dat het voorwerp naar beneden valt. De grootheidssnelheid is dan ook een vector, en een vector is echt een, een wiskundige term die uh, slaat op in ons geval grootheden, die niet alleen een grootte hebben, maar ook een richting hebben. En uh, hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de grootheid verplaatsing. Ook die heeft een grootte en een richting. Massa bijvoorbeeld is geen vector, want massa heeft alleen een grootte, maar het ken, kent geen richting. We gaan nog even kijken hoe we van een XT-diagram naar een VT-diagram kunnen komen. En um, de meest rechttoe recht aan methode is uh, om raaklijnen te gaan tekenen op heel veel verschillende plekken. En wanneer ik de stijlheid van die raaklijn. Um, kan bepalen, dan weet ik ook de snelheid op dat punt. Als ik dat zou doen, dan zou ik bij tijdstip t is 0 zien dat mijn raaklijn het stijlst loopt en dat ik daar dus de hoogste snelheid heb. Op tijdstip t is 2 seconden, loopt mijn raaklijn horizontaal. Heeft hij dus een stijlheid van 0. En dat houdt dus ook in dat op tijdstip t is 2 seconden het voorwerp even een snelheid van 0 heeft. Dat is toch eigenlijk wel logisch als je erover nadenkt. Want hij heeft dan zijn hoogste punt bereikt. En eventjes hangt hij stil. En dan valt hij weer naar beneden. Na tijdstip 2 is, uh, t is 2 seconden, uh, neemt de snelheid wel toe, maar het voorwerp valt naar beneden, dus uh, het valt in de andere uh, richting en we krijgen dus een negatieve snelheid. De samenvatting, wat hebben we allemaal gezien? We hebben gezien dat je een beweging kunt weergeven met behulp van een XT-diagram of een VT-diagram. Allebei uh, de diagrammen hebben zo hun voor's en hun tegens. En. Speciale beweging is de eenpaarige rechtlijnige beweging. Dat houdt in dat een voorwerp in een rechte lijn beweegt met een constante snelheid. Dan krijg je ook een rechte lijn in het XT-diagram. Snelheid is gedefinieerd als de verplaatsing per tijdseenheid. Snelheid is een vector. Het heeft dus naast een grootte ook een richting. En die snelheid kun je ook grafisch bepalen op drie manieren. Wanneer je te maken hebt met de eenpaarige rechtlijnige beweging. Pak je de stijlheid van de grafieklijn om de snelheid te bepalen. Heb je een willekeurige beweging, dan kun je altijd de gemiddelde snelheid bepalen. Die is gelijk aan de stijlheid van de verbindingslijn. En ook bij elke willekeurige beweging geldt dat als je de snelheid op één tijdstip zou willen weten, dat je dan de raaklijn tekent aan de grafieklijn. En dat de stijlheid van die raaklijn dan ook gelijk is aan de snelheid op dat punt.